Nou, ik ga maar eens van start. Van harte welkom allemaal. Vanavond ga ik knutselen met het mandje. Ga ik jullie wat ideetjes met het mandje laten zien. Die is uit de maatcollectie. En ik heb al wat voorbeeldjes gemaakt. Die had ik al gepost in de groep. Dit is met bloemetjes van de februari collectie. En volgens mij is dat de CR1529. En dit komt uit het papierblok PK9170. En het tekststempeltje, dat komt uit het stempelsetje van Marleen. En dat is van de maatcollectie. Even kijken hoor. Ja, Sigrid heeft al een linkje gepost van het mandje. Dus daar had ik dit kaartje mee gemaakt. Nou, de bloemetjes heb ik met distress inkt gekleurd. En die grote blaadjes die hierachter zitten, die komen dan weer uit de Hortensia set. En die is ook van deze maartcollectie. En dan heb ik ook nog een geboortekaartje gemaakt met het mandje. En dan met de muisjes van Eline. En met een stempeltje uit de stempelset CS1051. En het papierblokje is de PB7058. Dus als jullie nou nog vragen hebben over de artikelen, laat het even weten. Hè? Want dan kan ik het nog een keer herhalen. Maar Sigrid is al linkjes aan het delen, zie ik dus. Nou, en dan mag ik ook nog iets leuks vertellen. Vandaag ben ik jarig. En daarom mag ik van Marianne Design iets weggeven. En dat is namelijk het mandje en de hortensia's. Dus laat in de reacties even weten waarom je dit setje graag zou willen winnen. Of wat voor ideetjes je ermee hebt. En dan aan het eind van de live maak ik een winnaar bekend maken. Dus laat in de reacties even weten waarom je het setje graag zou willen winnen. Dan zie ik in de reacties volgens mij Astrid had een vraagje over de neusjes en de oogjes van de muisjes. Nou, dat doe ik altijd eerst met zo'n glitterpen van Nuvo is deze volgens mij. Ja, dus dat is gewoon transparant en dan krijg je een heel mooi glitteren laagje. En dan doe ik er nog een beetje glossy accents op. En dan krijg je van die mooie glim oogjes en neusjes. En dat zit hier ook op het hartje van het bloemetje. Even kijken hoor. Even te kijken of ik nog iets gemist heb, maar volgens mij ben ik wel aardig bij. Nou, dan ga ik maar eens even beginnen met de ideetjes die ik nog had. Dan leg ik deze even aan de kant. Oh ja, dat wou ik ook nog laten zien trouwens. Er zitten splitbennetjes, zijn er deze maand dus ook uitgekomen. En dan kun je dus heel leuk die hengsels van de mand mee vastzetten. Hier heb ik koper gebruikt en hier heb ik witte splitpennetjes gebruikt. En ze zijn er in het zwart nog en in het goud en in het zilver. 5 verschillende kleurtjes. Nou heb ik al een beetje wat dingetjes voorbereid. Ik heb al een mandje uitgestanst. En dan wil ik eigenlijk toch nog iets voor Pasen maken. Dat had ik de vorige keer ook al gedaan, de live. Maar ik had nog iets bedacht. Dus dan kom ik weer aan met mijn schaaltje met kuikentjes en eieren. En met mijn distress inkjes. En dan ga ik weer eens een beetje blenden.
En dan begin ik met Kids Flamingo. Volgens mij is dit de laatste nieuwe distress kleur die uit is gekomen. Kijk, en bij het uitstansen heb ik er een stukje keukenrol onder gelegd. Dus dan embossen ze ook nog. Ik weet niet of jullie het zo goed kunnen zien. Maar hier is dus een konijntje of een haasje te zien. Ik weet niet of ik het goed in beeld krijg. Maar een beetje fel, hè? Denk het niet. Misschien moet ik mijn lamp een tikje zachter zetten. Even kijken of het helpt. Even kijken hoor. Komt de april release op tijd? Volgens mij is er iemand van Marianne, dus misschien kan die even. Ik dacht na Pasen, maar dat weet ik niet zeker. Ja, ik zie het. Marleen zegt ook na Pasen. Dit is Squeeze Lemonade, die gele. En dan heb ik nog Crack Pistachio. Twisted Citron, een beetje een harde kleurtje groen. En al die eitjes die zijn dus ook geëmbost. Dus die hebben ook nog een patroontje gekregen. Dus als je nog iets eronder legt als je hem uitstans, ik doe altijd een stukje keukenrol dubbel gevouwen, dan krijg je mooi dat relief erin. Even kijken hoor, of ik nog iets gemist heb. Volgens mij niet. Dan ga ik nog even door. Dus voor de mensen die later zijn ingeschakeld, ik mag vanavond iets weggeven. Dat zal ik zo even laten zien. Dit mag ik vanavond weggeven namens Marianne Design, de hortensia's en het mandje. Dus laat in de reacties even weten waarom je dat setje zou willen winnen. Of wat voor ideetjes je ermee hebt. En dan maak ik aan het eind van de live maak ik de winnaar bekend. Nou, dank allemaal voor de felicitaties. Die zie ik allemaal voorbij komen. Superleuk. Ik heb nog nooit zoveel visite gehad op mijn verjaardag. Nou, dan doe ik ook gelijk even de kuikentjes. Die had ik ook al uitgestanst. Met vleugeltjes. Zo. Ik ben nou toch met geel bezig.
Nou, doe ik ze ook nog een klein beetje met mustard seed. Dus een beetje twee kleurtjes krijgen. En de vleugeltjes doe ik in één kleur. Die zijn zo klein. Zo, oh, dus de achterkant. Zo, dan is dit allemaal al geblend. Even poetsen. Dan heb ik hier dus al een mandje uitgestanst. En ook al de hengseltjes, twee stuks. En die ga ik vastmaken met splitpennetje. En dan kies ik voor zilver. Nou, die kun je er dan gewoon zo doorheen doen. Buigjes om. En dan heb je dadelijk. Dan kun je ze ook nog, kun je de hengsels ook nog bewegen. Dus dat is super leuk. Sigrid is al aan het linken, zie ik. Kijk, dan wil ik die eitjes, die wil ik in de mand doen. Wacht, dan doe ik deze even in het midden. Anders zie je het konijntje niet. Dat is zonde. Zo. Dan doe ik er even geen ertussen. Nou, deze kan ook wel hier achter. Dan draai ik hem om en dan zet ik dit vast met tape. Even een schaartje pakken. En dan ga ik hier nog een mandje tegenaan doen, zodat je dit niet meer ziet. Dus dan plak ik deze er daar gewoon tegenaan. Want hij komt niet plat op een kaart, maar ik ga er iets anders van maken.
Dan doe ik hierboven nog een stukje. Dan plak ik deze erop. Kijk, dan is het hier netjes afgewerkt. Nou, dan vind ik het nog leuk als er op de voorkant nog twee kuikentjes zitten. Nou, ik had al oogjes en snaveltjes uitgestand met tape erachter. Dus dan krijg je een soort sticker effect. Hè. Dan hoef je niet te plakken met die kleine onderdeeltjes. Die plakken dan vanzelf al. Oh, ik heb gewoon een naald... Even kijken, José. En de snaveltjes heb ik ook met tape uitgestanst. Ik ben een beetje recht. Zo. Ook al pootjes en vleugeltjes. Die plak ik wel even met lijm. Even kijken, welke tape gebruik je daarvoor? Dat is deze tape. Even kijken hoor, want ik heb ook wel... Die is ook van Marianne Design. Het is gewoon, zit op zo'n rol, zo'n brede tape. En die plak je dan achter het papier en haal je hem met de tape en al door de stansmachine. Dan heb je een soort sticker effect krijg je dan. Nou, de pootjes die plak ik wel gewoon met lijm. Nou, Sigrid heeft hem al gelinkt, zie ik. De tape. Ja, voor die kleine onderdeeltjes is het echt heel fijn. Nou, we maken er blije kuipuntjes van. En die plak ik dan op de voorkant van de mand. Met een tapeje.
Nou, voor de dames en heren die later zijn ingeschakeld. Vanavond mag ik iets weggeven namens Marianne Design. Dat zal ik zo even laten zien. De hortensia aan het mandje. Dus vind je het leuk om die te winnen? Laat even een reactie achter. En aan het eind van de live maak ik de winnaar bekend. Zo. Nou, ik kan dit even aan de kant. Ik ga een stukje kraft op maat snijden. Even kijken hoor, 8,5 bij 8,5. Even mijn scorebord erbij. En dan ril ik aan elke kant op 1 centimeter. En dan heb ik hier een cirkelmallen set van Marianne Design. En dan pak ik de kleinste. En die lijn ik een beetje uit in het midden. Even kijken hoor. Zo. Dan zet ik even vast met een stukje tape. Uitgestanst. En dan vouw ik die randjes om. En dan doe ik op eentje doe ik een stukje scoretape. En aan de andere kant trouwens ook vast. Zo. Even kijken, mijn naald. Zo, dan haal ik deze vast eraf. Dan haal ik het heel even een beetje naar me toe. Dan kan ik kijken of ik netjes recht plak.
Nou, dan heb ik aan deze kant heb ik nog een mandje. Dus die plak ik dan. Ook vast. Het is natuurlijk wel de bedoeling dat ze een beetje op gelijke hoogte zitten. Nou, hij zit er echt boven. Even kijken hoor. Ik denk dat er nog een tussenstukje aan de onderkant moet om een beetje stevigheid te geven. Moet ik even denken, dus dan doe ik nog een keer. Het hoeft eigenlijk maar een dun strookje te zijn. Even nadenken hoor. Ja, die is nog 8,5. Even een klein stukje af. Nou, heb ik dus nog een strookje van 8,5 en die ril ik dan allebei de kanten weer op de centimeter. Dan doe ik ook weer een stukje tape op aan allebei de kanten. Heel even kijken of het zo goed gaat. Ik denk het wel. Zo, dan haal ik hier de tape eraf. Dan is die nu iets steviger. Goed, dus kan ik hem er zo tegenaan plakken. En dan heb ik hele leuke paaseitjes. Dat is een beetje scheef. Kijken of hij nog een stukje naar beneden kan. Zo. Blijft hij staan of niet? Nou, het is een beetje wankel. Nou ja, dit was dus de bedoeling. Maar hij blijft niet staan. Even denken hoor. Maar ja, als je natuurlijk iets zwaars erop legt, dan blijft hij nog steeds niet staan. Nee. Ja, dan had ik het zo leuk bedacht, dan werkt het niet. Zo.
En dan ook weer proberen. Ja, nou heeft hij hem. Kijk, dan kan ik het jullie natuurlijk niet laten zien hoe het eruit ziet. Maar dan ziet het er dus zo uit van de voorkant. Dus als je hem een beetje buigt, dan op een gegeven moment dan heeft hij het gevonden. Dus dat had ik bedacht. Ja, nu pakt hij hem. Zet ik hem heel even aan de kant. Voordat hij weer instort. En dan had ik nog iets bedacht. Nog een ideetje met de mand. Die heb ik al een heel klein beetje voorbereid. Namelijk een mannenkaart. Met de collectible set van Marley. Dus ik heb al bierflesjes in elkaar gezet. En ik ga er met jullie ook nog even eentje doen. Dan kunnen jullie zien hoe ik ze gemaakt heb. Even kijken, dit is allemaal van het bier. Leg dit heel even aan de kant. Ja, de bierset is ook al gelinkt, zie ik, door de sigaret. Dan ga ik eerst weer blenden. Met walnut steen en met vintage foto. En dan zet ik de randjes nog een beetje aan met walnut steen. Dan wordt hij nog iets donkerder. En dan vind ik wel dat hij aardig wat weg heeft van een bruin bierflesje. En dan ga ik de mand ga ik ook nog een heel klein beetje blenden. Met Frey Burlap. En dan doe ik ook eventjes de hengsels een heel klein beetje. Het is maar net dat je een heel klein beetje kleurverschil krijgt. En die ga ik dan ook weer vastzetten met een splitpen. En dan kies ik nu voor zwart. Vind ik wel stoer. Ja, ik dacht, ik doe eens een keer een mannenkaart, want volgens mij
Ik heb zelf ook altijd een beetje, nou ja, niet echt moeite mee, maar ik moet er wel altijd een beetje over nadenken. Dus ik denk, dan laat ik zien dat hij daar ook, het mandje daar ook goed voor te gebruiken is. Zo. Nou ga ik even de bierflesje in elkaar zetten. Tapeje. Mijn naald, hier is mijn naald. Nou, dan kijk ik wel dat ze ongeveer een beetje gelijk zitten, die etiketten. Even kijken, die komt dan ongeveer hier. En dan komt het zwarte etiket erop. Ja, ik hoor het best vaak hoor, dat, of ik zie het best vaak voorbij komen, dat mensen moeite hebben met mannenkaarten. Dus daar is deze set van Marleen natuurlijk wel heel erg geschikt voor. Nou, kom. Zo, en dan heb ik nog een dopje. Dat doe ik wel even met lijm. Ja, je kunt er ook fruit in doen. Ja, je kunt heel veel kanten op met het mandje. Dat is echt heel leuk. En dan heb ik nog twee sterretjes. En nog een heel klein. Een sterretje, zo. Die kan hier. Dan had ik ook nog twee glazen. Uitgestanst uit vellum.
Nou, die vul ik gewoon met een beetje. Ik leg heel even iets wits onder, want ik zie het niet goed. Zo. Even kijken, hij gaat een beetje scheef. Zo is beter. Rita, ik gebruik Nuvo-lijm voor die kleine onderdeeltjes. Even kijken hoor. Nee, die biertjes die zijn van vorig jaar, volgens mij. Toen was er zo'n hele mannenlijn van Marleen. Stempelset en die biertjes. En volgens mij zat er toen ook die gitaar bij, maar dat weet ik niet zeker. Kijk, dan is het toch net echt, hè? Door dat vellum. Klopt, en een horloge set, ja. Ja, dat is toen volgens mij allemaal tegelijk uitgekomen. Oh, leuk, Jeanette. Veel plezier morgen. Gezellig. Zo. Die ook even aan de kant. En dan hebben we nog twee openers. Dan ga ik eerst even deze op een basiskaartje plakken. Dan deze. Volgens mij heb ik deze, denk ik. 11,5. Ja, je kunt hem inderdaad winnen, Jeanette. Wie weet.
Christa, als je even een reactie achterlaat, dan, dan doe je mee. En dan maak ik aan het eind van de live uitzending maak ik een winnaar bekend. Dus laat even weten waarom je hem zou willen winnen of wat je ermee zou willen doen. En dan maak je kans op de set, op het mandje en op de hortensia set. Dus je krijgt twee setjes krijg je. Zo, dat is netjes. Dan heb ik hier een hele leuke mal van een setje van 4. Die is van de maatcollectie van Marleen. En dat is deze. Volgens mij had Sigrid die al ergens gelinkt, dacht ik. Kijk, een beetje hele leuke speelse vierkantjes. En daar heb ik de grootste van gebruikt. Dus die kwam ook vast op de basiskaart. Ja, daar is die, zie ik. Zo, nou, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit hoe ik hem erop plak. Ik denk dat ik het maar zo doe. En dan gaan we eens kijken of we het mandje een beetje leuk kunnen vullen met alle spulletjes. Ik doe deze heel eventjes aan de kant. Nou, doen we er nog een glas bij. En nog een opener. Dan plak ik dit aan de achterkant weer vast.
Nou, kan ik misschien ook gewoon zo doen. Of zo doen. Ze hoeven niet per se... Kijk, dat is dus handig van zo'n splitpennetje. Dan kun je ze gewoon nog de goede kant op bewegen. Nou, kan deze op de kaart. Nou, de tapejes weer af. Nou, die plak ik dan zo een beetje. Oh, misschien is het wel leuk trouwens. Zo, ja. Zo. Dan is het misschien nog leuk om even te kijken. Kijken. Plak ik onder de bierflesjes nog een stukje 3D tape. Dat er een heel klein beetje... hoe noem je dat? Een beetje diepte in komt. Zo. En dan gaan we daar nog een tekst uitzoeken. Erbij plakken. Oh ja, Sigrid die linkt ook even die tape, die 3D tape. Deze nog. Zo. En dan heb ik nog een biertje over en een... Vind ik het nog wel leuk om dat hier te doen. Dan zit ik alleen met mijn hengseldingetjes. Doe ik dan misschien toch de andere kant op. Zo.
En dan plak ik alleen een stukje tape aan de achterkant waar je het papier doorheen ziet. Als je het hier plakt, dan zie je namelijk de tape door het vellum heen. En zo zie je daar niks van de tape. Nou, hij kan ervoor met een stukje tape, een stukje smal tape. En dan ga ik nog een tekst samplen. En dan is het kaartje bijna klaar. Die er zo voor. En dan is het dadelijk tijd om de winnaar bekend te maken. Kijk, dit is het setje van Marleen. Zie je dat zo? Allemaal hele leuke teksten, ook voor Vaderdag. Even kijken, wat hebben we? Ook pak je gitaar, dan vieren we feest met elkaar. Dus die hoort ook echt bij die gitaar die er toen bij zat. Nou, dan pak ik gewoon gefeliciteerd. Even kijken of die hierin past. Misschien. Ja, dit kan wel. Dan kort ik hem daar ook wel even een stukje in. Even kijken hoor. Het is een beetje een troep hier. Erbij pakken. En het slot inkt. Even kijken wat ik nou gefeliciteerd wil ik doen. Kijk, dat is zo fijn van een stempelhulpje als die dan nog niet helemaal goed heeft afgedrukt. Dan kun je hem gewoon nog een keertje stempelen en dan komt hij precies op dezelfde plek terecht. Even kijken. Zo. Plak ik deze eventjes vast, zodat hij goed blijft liggen bij het stansen. Even kijken welk doek gebruik. Ja, dat is een doekje van Incon 3. En Marianne heeft ook wel een stempel schoonmaak setje. Maar deze lag nou toevallig in de buurt. Even kijken, dan stans ik hem nu gewoon zo helemaal uit.
Kijk, en dan ga ik hem nu nog een keertje uitstansen. Plak hem heel eventjes vast. Kijk, en dan heb je zelf je bennetje op maat gemaakt. Op deze manier. Zo. Zo. Even kijken, kan ook hier aan hangen. Nee, doe hem toch zo. Vind ik leuker. Dan heb ik nog een stukje koord liggen, toevallig. Chantal, ik heb een Sizzix. Een Sizzix Sidekick. Moet even denken. En dat is echt ideaal, want een Big Shot die staat ook best wel in de weg op je bureau. Dus meestal doe ik eerst de grote mallen uitstansen die niet door de Sidekick kunnen. En dan kan ik de Big Shot wegzetten. En dan kan ik de rest met de Sidekick doen. Nou, dan komt weer mijn grote hobby strikjes maken. Die nooit willen wat ik wil. Maar het kan ermee door. Dus die plak ik dan nog op de mand. Als ik mijn tape kan vinden. Ja, ja, die Krista, die bannetjes, dat is een set ook van Marleen. En die horen bij die stempels. Die ik net gebruikt heb. Bij dat setje. Kijk, en er zitten deze balletjes allemaal bij. Ik zal ze even afhalen, want ik heb meer spulletjes op een magneetvel. En deze nog. En dan heb je dus ook nog stempeltjes die daar precies in vallen. Kijk, deze past dan precies hierin. En deze ook. Die past hierin. En die ronde die hoort hierbij. Oh ja, Sigrid heeft hem alweer. Even kijken hoor. Of ik al iets gemist heb. Nee, volgens mij niet. Dus dit hoort bij. Dit is dan een setje zo met die balletjes. Dan weet ik eigenlijk niet of die stempels. Die zitten denk ik ook bij die mallen. Maar kan ik dat zien op de foto? Denk het wel, maar dat weet ik niet zeker. En dan heb je die tekststempels heb je in het Nederlands en in het Engels. Dus je hebt ook nog een serie in het Engels. Nou, even aan de kant. Dan ruim ik daar ook wel op.
Nou, dan kan deze op de mand nog, de brede tape. Ja, die stempels die zitten bij de snijmallen van de randstempels, zal ik maar zeggen, deze drie. Die horen bij de snijmallen. Even kijken, dan doe ik deze een beetje aan de kant nog zo. En dan kan hij hier. En dan hebben we toch best een leuke mannenkaart. En allemaal met hetzelfde mandje. Zo. Ik zal heel even een beetje plek maken. Dan kan ik al mijn knutsels even neerleggen. En dan ga ik zo nog de winnares bekendmaken. En nog de eierdop. Zo. Nou, dit had ik allemaal bedacht. Met de mand. Dus ik hoop dat ik jullie wat ideetjes heb gegeven. En dan ga ik nu de winnares bekendmaken van de weggever. Dat is Henriette Bekenes. Ik hoop dat ik je naam goed uitspreek. Ik weet niet of je er nog bent. Misschien, ja, ik zie je nog reageren. Ja. Henriette, je hebt gewonnen. En je mag even een mailtje sturen naar win@mariannedesign.nl met je adres. En dan krijg je de prijs thuisgestuurd. Dus van harte gefeliciteerd, Henriette. Heel even kijken of ze nog reageert. Net zag ik ze nog. Er zit een beetje vertraging in. Ja. Je hebt het gehoord en gelezen. Nou, helemaal fijn. Nou, dan wil ik jullie allemaal heel erg bedanken voor de aandacht en de felicitaties. Ik vond het heel gezellig op mijn verjaardag zo met jullie. En dan ben ik er woensdag 7 april weer. Ik weet nog niet wat ik dan ga doen, maar ik denk vast wel dat ik weer iets verzin. Dus dank jullie wel voor de aandacht. Fijne avond en een fijne week. En tot de volgende keer.